wil. Wat je moet, is niet altijd wat je doet. Heb je geld, heb je boem, niet noodzakelijk fatsoen. Woon je chic, woon je rijk, het is maar hoe je het bekijkt. Wil je fun, leef je los, ga je gang, Europe los in. Wat moraal, dat kan ook, liefde brengt je van de kook. 18 hoog, links een dood, valsheid hoort niet tot de soort. Eerbied wint, wat je bindt, weet de man die vreugde vindt. Bomen zien, door het bos, teugels strak en dan weer los in. Dennenbos. En? Iets te zeggen? Loop dan een duivel. Dat is exact waar ik u naartoe ga sturen. En dan kunt je hem direct zeggen dat ik nog niet van plan ben om hem te komen bezoeken. Hou er mee op één oog. Wat is het, jongen? Kunt het niet meer aan? Hé? Ik denk dat ik eerst met u nog een paar spelletjes ga spelen voordat ik u dump. En Philip. Alleen een idee hoe dat we uw shoe om zeep gaan helpen? Oh my God. Ik denk er nog niet aan. Je hebt van Ben gekregen wat je terug wou. Kim heeft daar verder niks mee te maken. Kim heeft daar alles mee te maken. Je hebt meer dan 750.000 voor die spullen gekregen. Dat is genoeg. Gaan we soft worden? Ik heb er gewoon genoeg van. Wat een raar. Zijn jij zot? Wat denk je dat dat wijf gaat doen als we haar laten gaan? Hé? Alsjeblieft. Ik ben aangericht en even weg en ik zou ook boodschappen moeten doen. Maar jullie kunnen wel hier blijven als je wil. Nou, we redden ons wel. Oké, dag. Dus, Chantal terug in het ziekenhuis. Goddelief is nog meegereden. Ze heeft vanmorgen nog gebeld en Chantal was al thuis, dus het zal niet zo erg zijn, zeg. In ieder geval wil ze wel niemand zien voorlopen. Tja. Waar blijft de Marco nu? Ik heb Marco niet nodig, Kathleen. Ik weet ook niet of de rest gaat komen, hoor. Eigenlijk interesseert me dat ook niet eens. Ben, wat is er eigenlijk aan de hand? En je gaat me niet zeggen dat je hier niets van weet, hè? Kathleen, het is best dat jij hier niks van weet. Ben, je merkt nu toch ook dat je jezelf alsmaar dieper in de nesten aan het werken bent. En iedereen voelt met zijn ellebogen dat jij iets meer weet over Kim. Ben, vertrouw me nu. Hier hoort niemand ons. Het is zo'n onwaarschijnlijk verhaal. Je moet het me niet vertellen als je niet wil. Maar waar heb je anders vrienden voor? Ik zou u hier bijvoorbeeld de hele nacht naakt kunnen laten liggen. De nachten zijn frisjes, hè? We zijn een beest. Maak het echte beest in mij maar niet wakker. Je bent totaal aan mij overgeleverd. Alsof ik dat niet weet. Ik zou u natuurlijk ook helemaal naakt kunnen laten opsluiten in een klein kamertje. Met een paar ratten erbij. Dan levert u ook nog wat tevreden. Ik dacht dat wij een erecode hadden. Wij? Jij bent gewoon geen mens. Dat beschouw ik als een compliment. Weet je wat jij bent? Een monster. En dan? Wat heb je er nu aan om dat meisje zo te pesten en te vernederen? Ik kan niet meer terug. En jullie ook niet. Snappen jullie dat niet? Maar het is goed. Ik zal haar niet naakt laten liggen. Ik heb er dan trouwens toch geen plezier meer aan als ik met haar nog wil spelen. Maar lang gaat ze het niet meer trekken.
Hooguit tot Ben Maggers met zijn twee goede ogen ziet wat ik met haar van plan ben. En dan? Hoor u zelf nu eens bezig. Waanzinnig gewoon. Ah ja? En jij dan, hè? De brave preker spelen. En geen rotte poot uitsteken. Hè? Klopt. Blop dat geval hier wat op. Ik bol het af. Verdomme, Ben. Snap je nu waarom ik het niet aan de anderen durf te vertellen? Je moet vreselijke dagen achter terug, hè? Ja. Enfin, Gino heeft nu zijn spullen terug. We zullen zien. Maar je kan die kerel niet vertrouwen. Ik weet niet eens of ik mezelf nog kan vertrouwen. Dit heb ik altijd willen voorkomen. Dus als ik het goed begrijp, dan heeft die bende van Gino Kim ontvoerd omdat ze dachten dat ze jouw vriendin was. Dus voor hetzelfde geld. Was jij het geweest? Ben, waarom heb je nog niets tegen de politie gezegd? Omdat die er alles van weten. Die zitten er godverdomme tot over hun oren in. Oeh. Dat is nu juist Kim. Kim is zonder te weten betrokken geraakt bij een spelletje waar de politie zelfs geen vat meer op heeft. Ja, en kunnen wij dan iets doen? Zet je leven bij? Trouwens, ik weet niet eens waar ze is. Hier ergens in de buurt. Ik vermoed het, maar ik weet het niet. Kathleen, beloof mij dat je er voorlopig niks van zult zeggen. Ik moet hier eerst zelf uitkomen. Oké? Ben? Nog altijd niets? Als je het mij vraagt, zie ik hem niet meer terug. Jawel. Je zal zien dat het allemaal veel onschuldiger is dan het lijkt. Dat meent je niet. Nee, je hebt gelijk. Oh, Katrien. Misschien niet. Katrien, ik pik er mij te pletter over, Kim. En over Ben trouwens ook. Het wordt mij gewoon allemaal te veel. Ze moet het echt niet kunnen dat ze mee is met Lisbeth. En die gevraagd heeft te zwijgen. Ik heb daar ook al aan gedacht. Maar... je kent Kim toch ook? Dat is niets voor haar. Misschien komt de hulp uit een onverwachte hoek. Gelooft jij nog in sprookjes? Nee, eigenlijk niet, nee. Waarom vertelt je het dan? Ah, hier zit je. Heb je mij nodig? Ja, ik wou iets klaarmaken tegen vanmiddag, maar... Je komt er niet uit, zeker? Zoals gewoonlijk. Dus je bent content? Ja, wat dacht je? Alleen... ik snap het eigenlijk allemaal niet zo goed. Ik krijg nu zo ineens in mijn schoot geworpen waar ik al jaren achter gezocht heb. Dan zullen we al jaren verkeerd hebben gezocht. Waarom doe je dat? Wat? Ik weet toch ook wel dat ik die opdrachten alleen maar kan krijgen omdat jij erachter zit. Daar zou ik me niks van aantrekken. En het is nu niet direct dat Betonko de allerbeste onderaannemer is die je kunt krijgen. Dat is niet professioneel, hè, maat. Ah, nee, zeker. Het is gewoon een eerlijke vaststelling. Je moet een gekregen paard toch niet in de bek kijken? Nee. Maar je snapt toch wel dat je aan het verkeerde adres bent als je denkt dat ik ooit iets zou kunnen terugdoen. Vraag ik dat dan? Nu nog niet. Maar ik voel dat zo ook wel aan dat die tijd wel eens zal komen. Ik zal het een keer samenvatten, Louis. Ten eerste liggen uw prijzen beter dan die van de concurrentie. Ja, daar probeer ik naar te werken. En ten tweede, ik denk dat ik u kan vertrouwen. Dat kunt je zeker. Ik kan trouwens geen kant uit.
En dat is het derde punt. Jij staat bij mij in het krijt, man. Die lening die betaal ik wel af. Maakt u maar geen zorgen. Ik ken mijn vrienden en die varen daar nooit slecht bij. Het is nu toch echt niet nodig dat je me constant blijft aanvallen, hè, Sandra? Wilt je alsjeblieft ophouden en gewoon weggaan? Luc en ik, we hebben onszelf hier niet uitgenodigd. Het was je moeder. Veerle, je weet al lang ook tegenover u en Luc sta. Als je enig gevoel had, dan zou je niet op de uitnodiging van mijn moeder ingegaan zijn. Het is maar tijdelijk, tot we iets gevonden hebben. En dan... Ja, dan trouwt je en dan gaat je een eigen nestje bouwen. Doe maar, naar mij moet je niet kijken. Sandra, het is haar eigen leven. Ja, maar Luc was van mij. Hij heeft me alleen maar opzij gezet omdat hij vond dat ik te veel van de ene vent naar de andere fladderde. Maar dat heeft madame hem ingefluisterd. Je zal wel niet echt van jou gehouden hebben dan. Die vent is zo hebberig. Die wil absoluut de eerste zijn die met zijn vrouw naar bed gaat. En dat is wat ik hem ga geven. Maar dat je onder mijn neus en in mijn eigen huis zou komen pronken met de enige man waarvan ik echt gehouden heb, dat had ik van u nooit verwacht. Luc heeft nood aan een serieuze vrouw. Luc kan de boom in. En als hij denkt dat jij die serieuze vrouw bent, dan heeft hij het mis. Er valt op mij niks aan te merken. Dat zeggen al onderkruipsters. Trap het af. Ja, ik heb het goed gehoord, ja. Luc is de enige man waarvan ik echt gehouden heb. En zij heeft hem van mij afgepakt. Zeg, uw madame. Ja. Ja, wat is daarmee? Waar hangt hij eigenlijk altijd uit? Weet ik het, jong. Niet dat mijn zaken zijn, hè, maar ik bedoel, ik zie jullie zo weinig samen. Ze zit in een vereniging die zich bezighoudt met preventie van borstkanker. Bye. En ze willen dat elke vrouw zich regelmatig laat onderzoeken. Ja, je kent dat, hè. Alleen steekt ze er nogal veel tijd in. De een vergadering na de ander. Nou, eerst dacht ik dat het te maken had met Godelieve van de school, maar nee, het was iets anders. Ons Christel die zit al met vergaderingen in Brussel, geloof ik. Ja, ja, mijn madame weet van aanpakken. Ach, ik zou eigenlijk van niks meer mogen verschieten. Zeg je, denk je wat ik denk? Ja, ik weet het. Je weet toch hoe dat gaat, hè? Die borst onderzoeken? Denk je nu echt dat je tegen een klein kind bezig bent? Ik bedoel maar, ik zou ook wel eens een keer voor dokterke willen spelen. En ik ken een plaats waar dat kan. Je zou een keer moeten meegaan. Een orenkot wilde zeggen. Beetje meer respect, hè? Wilt je geloven dat ik daar nog nooit een voet heb binnengezet? Dan wordt het hoog tijd dat je weet wat de wereld te bieden heeft, Louis. Ik zal u een keer meenemen. En, uw madame hoeft dat niet te weten, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe is het? Kim. Laat mij met rust. Het is bijna voorbij. Ik zweer het u. Voor mij, ja. Voor mij is het allemaal bijna voorbij. Je vertrouwt mij nog altijd niet, hè? Geef mij één reden waarom ik dat zou moeten doen. Ik wou dat ik het u kon zeggen. Doe geen moeite. Eén oog zal geen vinger meer naar u uitsteken. Hij heeft mij al bepoteld. Overal. Ik kan het ook niet verdragen. Oh ja. Zoals in de films. Er is altijd wel een goeie bij de slechterikken. En je wordt dan liefst nog verliefd op het slachtoffer ook. Jij ook, of wat? Je zult mij moeten verkrachten. Ik heb het niet voor beesten.
U hebt mij nodig. Ik wil gewoon even met je praten. Je moet er niets achter zoeken. Ik zou graag de sleutel terug willen. Welke sleutel? Die je hebt laten namaken. Sorry, maar ik weet het. Het magazijntje. Oh, die sleutel. Verstop je daar soms iets? Nee, mijn motto staat daar. Goddelief weet ervan, dus ik dacht dat alles in orde was. Ik had graag gehad dat men mij daarvan op de hoogte zou gebracht hebben. Maar goed, ik heb er niets op tegen. Hij staat daar in niemands weg. Bedankt. Is hij defect of zo? Wat? Uw bak, machine, of wat zeg je er zoal tegen? Motto? Ik vond het al een beetje raar dat er s'avonds laat nog een bestelwagen naar het magazijntje rijdt. Want dat zal dan wel van Gilbert de Motard geweest zijn. Ja. Ja, nu je het zegt, maar dat is ondertussen allemaal opgelost. Nou, je kent dat. Ik ken dat niet. Maar dat zal zo wel zijn, zeker. Ik had het nooit zo ver mogen laten komen. Daar ben ik vet mee. Zie mij hier nu zitten. Ik ben net zo gevangen als jij, Kim. Dat weet ik. Eens je in de klauwen zit van één oog, raak je er niet meer uit. Dat denkt hij toch. Het is een gevaarlijke zot. En op de een of andere manier moeten we... Moeten we hem tegenhouden? Natuurlijk. Dat weet toch iedereen? Er is niemand die iets doet. Ik kan op dit moment niks doen. Ik zou jezelf eens moeten bezig, hoor. Ik heb een afkeer van mezelf. Maar nee. Ik voel me misbruikt. Ik ben misbruikt. Ik ben smerig. Van binnen en van buiten. Ik wil dood. Jij moet dat doen. Je moet hoop blijven hebben. Maar ziet je dan niet dat ik al kapot ben? Je hebt jezelf niks te verwijten. Dat weet ik. Ik weet trouwens niet waarom je dat tegen een klootzak vertelt als jij. Misschien is dat toch al een klein beetje vertrouwen? Zeg niet. Maar mijzelf niet was. Daar zal ik voor zorgen. Ik weet het, Ben. Wat weet u? Uw situatie. Oh. Maar je hoeft je daarvoor niet te schamen. Ik weet dat het moeilijk is te leven met de wetenschap dat die vader een alcoholist is. Dat je moeder in een vluchthuis zit. Maar ergens ben ik trots op je. Je uitslagen hadden eigenlijk wel beter gekund. Maar ik weet ook wel dat dat komt omdat je alles op alles zet om een nieuw leven te beginnen. Doe zo verder. Je bent op de goede weg. Oké. Ik dacht wel dat je hier zou zijn. Ja, ik ben net door het oog van een heel klein naaltje gekropen. Directeur? Ja, hij wou me spreken. Enfin, hij weet niks. Ik kom je zeggen dat mijn besluit vaststaat. Nou ja? Ik kan je helpen. En probeer me niet tegen te houden. Allee, ga zitten. Is een tasje thee goed? Nee, ik bedoel, ik heb niet veel tijd. Maar dat is toch geen moeite? Maar voor de zeldzame keren dat wij elkaar eigenlijk nog zien. Zeg, heeft Louis je nog eens iets gevraagd? Mij? Nee, waarom? Omdat ik... ik heb toch eens gezegd dat wij een vergadering hadden. Oh, dat. Maar dat is toch al lang opgelost? Ja, is het ook. Maak je geen zorgen. Oh, ik dacht al dat je een bras had of zo. Nee. Maar als hij nog zo eens iets vraagt, hè,
Zeg dan dat ik naar Brussel ben of zo. Je bent toch niet met stomme dingen bezig, hè? Nee, helemaal niet. Alleen maar iets om Louis te helpen. Maar het is beter dat hij dat nog niet weten komt. Ah ja, want als het zou mislukken, dan... Ja, ik snap het. Nee, het is goed. Als Louis nog iets vraagt, dan zeg ik wel dat je ergens anders naar een vergadering bent voor onze groep. Dat is lief. Je zal het je niet beklagen. Hoe is het trouwens met je preventiegroep? Jawel, ik weet het niet. Echt niet. Wat scheelt er? We hebben nu wel Gerda kunnen helpen, hoor, maar voor de rest... Alles liep toch goed? Ja, dat wel. Bij mensen die ik kende. Maar nu? Ik heb het nog aan Therese gezegd, het is alsof we niemand meer kunnen bereiken. En hoe komt dat? Ja, het nieuws zal er vanaf zijn, zeker. Allee, ik bedoel, we hebben nu een kern van 10 à 15 vrouwen. Maar er komt er geen enkel meer bij. En terwijl je liever zou willen... Dat elke vrouw zich daarbij betrokken voelt, ja, natuurlijk. Pas op, ik heb al kettingbrieven geschreven en zo, maar... ik weet niet, het is alsof de vrouwen zich... Dat niet interessant genoeg vinden, ik weet het niet. Moest jij nu eens een paar vriendinnen sturen, hè? Dan zou ik me al een stuk beter voelen. Want zoals we nu bezig zijn, het is alsof we vechten tegen windmolens. Windmolens. En? Weer niemand te zien? Verbaast u dat? Och, Frans zal de nezel wel niet blijven uithangen. Ja, het is te hopen, hè? Want als het echt op mijn zenuwen begint te werken, dan... Maar dat heeft geen zin om u daar druk in te maken, schatteke. Ja, ja. Hallo. Ha, Peter. Eindelijk nog eens een levende ziel te zien. Ja, ik zal het maar zelf zeggen, hè. Ze hebben hier nogal iets zitten, hè? Ja, dat is het minste wat je kunt zeggen. Ook een brief gekregen, misschien? Ja, daar wou ik het eens over hebben. Zeg, sorry, Greet, maar die flauwekul die komt van de Frans, zeker? En man van wel. En hij is nog te laf om zijn eigen onzin te ondertekenen. Dat had ik nooit van hem gedacht. Wie wel, hè? In ieder geval, ik trek er me niks van aan. Ik weet wel beter. Eindelijk nog eens een verstandige mens in deze stad. Bedankt voor het compliment. Een pintje? Van de zaak. Ik slag niks anders af dan vliegen. En, jij zit er nu toch binnenkort vanaf? Hm? Van mijn buikje. Het zal gaan tijd worden, hè, want dat begint te wegen. Nee. Van de Frans, bedoel ik. Breek daar je hoofd maar niet over, Godelief. Zo gaat het altijd. Nou, maar je moet toch toegeven dat dat niet plezierig is, hè? Een mens probeert dan iets goeds te doen en uiteindelijk bereiken er toch maar weinig mensen mee. Niet overdrijven, hè. Weinig mensen. Heb jij je borsten al laten onderzoeken, hè? Als ik heel eerlijk ben, dat zou wat meer mogen gebeuren. Voilà, daar heb je het al. Helemaal. Maar ik ben een van de eersten die op jouw initiatief is ingegaan, hè? Ja, dat is waar. Sorry. Ja. Maar ik zal je eens wat klanten bezorgen. Klanten? Klanten. Je weet toch dat ik daar geen geld wil aan verdienen? Je bent toch geen klanten? Nee, maar jij weet wat ik bedoel. Maar meen je dat? Ik ben nog nooit zo serieus geweest. Een stuk of 10. Zo snel mogelijk. Hoe ga je dat doen? Geen vragen stellen. Je zult wel zien. Dat is om van te dromen. Ja, en als die dan op hun beurt een stuk of 5 vriendinnen kunnen aanspreken... Ik zal u bellen. Ik hoop dat we het zo snel mogelijk kunnen regelen. Dat is goed. Zeg, en als Louis nog iets komt vragen, hè, dan weet ik hem wel iets te zeggen. Als hij wil, dan moet hij dat maar proberen. Joei, wat is het? Wat heb ik gemist? Nou, bel de Frans, hè. Wat is dat mee? Hij wil de echtscheiding inzetten. Ik zou dat maar rap doen, dan zijn we vanaf. Ja, maar volgens de Peter hier is dat helemaal zo eenvoudig niet. Hij wil Greet gewoon stropen. Zo simpel is dat niet. Ik kan daarover meespreken. Ja, dat is iets anders, hè, Lucie? Als het waar is wat Peter zegt, dan wil die Pippo ons laten pakken. Hij wil dat ik gewoon niks krijg, niks! Hoe zijt je getrouwd? In het wit? Ja, zeg. Ik bedoel, met wat voor een contract? Zonder. Dat is allicht de grootste stommiteit dat ik ooit gedaan heb. Meisje, dan staat er niet sterk, hè? Maar als die kastaar denkt dat ik mij ga laten doen...
Ik ben blij dat ze er zijn, gast. Steekt dit al tegen misschien? Er zijn op den duur wel plezantere dingen dan hier dag in dag uit te zitten. Trouwens, ik blijf erbij dat Enoch niet goed weet waar hij mee bezig is. Hij is te ver aan het gaan, hè? Dat is het minste wat je ervan kunt zeggen. U kunt daar in ieder geval niet meer tussenuit. En hoe is het met haar? Wilt jij hier een uurtje blijven? Als dat maar is. Ik heb anders toch niks te doen. De rijd op de privéclub die gaat niet door. Ik heb daar niks meer van gehoord. Maar ga maar, Flip. Oké. Bedankt. Maar, Ik kom er niet aan, hoor. Ik heb geen goesting om nog meer problemen met de klootzak te krijgen. Wat is er, Ben? Niks, laat maar. Niets, zegt hij dan. Ja, je krijgt daar toch niks uit, Sander. Laat die gast toch gewoon lopen. Marco, alsjeblieft, hè. Ja, zeg Marco, geef die jongen nog een kans. Ja, oké, het is al goed. Ik ben al weg. Ik weet verdomme ook goed genoeg wanneer dat ik te veel ben. Doe wat je wilt. Eerlijk, Sandra, ik weet niet wat ik die kerel in de weg gelegd heb. Niets, denk ik. Die is zo. Als hij zelf het leiderke niet kan spelen, dan is hij op zijn tenen getrapt, hè. Alsof ik het leiderke speel. Jij speelt dat niet, jij zei dat. Mag ik u ook eens iets vragen? Ja. Wat heb ik u eigenlijk in de weg gelegd? Jij? Niks, waarom? Omdat geld. Ik heb de indruk dat je me niet kunt uitstaan. Als ik u die een indruk geef, Sandra, sorry. Maar het is toch waar? Je hebt succes bij alle meisjes op school en je doet vriendelijk tegen iedereen. Maar mij zit er niet in staan. Maar jawel. Waarom toont je dat dan niet? Omdat ik dacht dat jij degene was die niet geïnteresseerd was. Doe niet onnozel. Hoe, dat is niet zo. Ik ben ook een vrouw en jij bent een knappe gast. Maar nee, meneer doet alsof dat niet bestaat. Maar als je het zo ziet. Ja, moet ik het anders zien. Zo? Ja, dat is al beter. Niet dat ik daar een gewoonte van wil maken, maar zo af en toe is om mij eens af te reageren. Ik ben blij dat je het beseft. Wat besef? Dat je stomweg in een hoop problemen aan het werken bent. Mijn schuld niet. Je weet ook dat Enoch... Ja, ik weet dat Enoch met alles begonnen is. Ik weet ook dat jullie hem helpen. Jij zult het niet voortvertellen. Medeplichtigheid aan een ontvoering is één zaak. Medeplichtigheid aan moord. Levenslang. En op de wet Lejeune moet je de laatste tijd niet rekenen. Enoch laat zich niet meer pakken. Hij niet, nee. Wat wil je daarmee zeggen? Dat jullie met veel plezier zal opofferen om zijn eigen veld te redden. Dat doet hij niet. Ah, nee. Weet je van wel? Hij is waarschijnlijk nu al bezig met een plaatje om jullie het vuile werk te laten doen. Maar dan gaat hij ervan door. Als dat waar is, dan... Wat dan? Je doet dat in je broek als hij nog maar naar u kijkt. Stop daarmee. Gast, ik heb ook wel ogen in mijn kop, hoor. Mij gaan. Als er daar niets van komt, dan kan het nog als verzachtende omstandigheden werken. Ik blijf hier maar een uurtje. Als je dat straks aan Philippe vraagt, dan moet hij maar weten wat hij ermee doet. Maar ik begin er niet aan. Nee, wat dat schitterend nieuws. Ja, ik zeg het direct aan Therese, die is hier ook. Maar nee... Maar nee, natuurlijk, Barokkos, daar geen extra werk mee. Allee, eigenlijk wel, maar daar is het ons eigenlijk om te doen, hè. Ja, voilà. Ja, ik laat nog iets weten, hè. Het is goed. Zeg, bedankt, Christel. Dag. Voel je je nu al wat opgewekter? Als het waar is wat Christel zegt, toch?
Ja, zo'n tiental jonge vrouwen erbij. Ja, ja. Ze had beloofd dat ze het zou doen. Als die dan ook allemaal... Voilà, als die dan op hun beurt ook allemaal een vriendin of vijf aanspreken. Ja. Oh, ik zit weer helemaal zitten. Alhoewel dat ik vrees dat we toch met iets begonnen zijn waar we het einde niet van zien. Ja, je bent te perfectionistisch bezig. Denk je? Ja. Ja, goed lief, het is toch een utopie van te denken dat al die jonge vrouwen nu meteen een borstonderzoek gaan laten doen. Ja, misschien. Maar elke vrouw die je doet, is er één. Dat is ook juist. Wanneer komt die groep van Christel? Morgen namiddag. En die komen naar het centrum? Ja, dat is toch het beste. Mag ik dan even bellen? Ja, tuurlijk. Eindelijk goed nieuws, jongen. Ah ja? Komt je van het ziekenhuis? De toestand van je moeder is meer dan bevredigend. Oef. Ze komt morgen naar huis. Ah, het is niet waar. Toch wel. Ja, ze zal misschien nog wel een beetje nazorg nodig hebben, maar ze mag in ieder geval het ziekenhuis verlaten. En, de kanker? Voorlopig valt er geen spoor van te bekennen. Voorlopig? Ja, met 100% zekerheid kunnen we dat natuurlijk nu nog niet zeggen. Pa, ik heb horen zeggen dat dat soms 5 jaar kan duren voor ze met zekerheid kunnen zeggen dat zoiets genezen is. Laten we dat maar aan de dokters overlaten, goed? Ja, dat is misschien maar het beste. Maar we zitten hier wel met een probleem, hè? Welk probleem? Ja, pa, kijk eens rond. Ja, er zal nog heel wat werk aan de winkel zijn. Bel Kathleen eens op. Misschien wil die ons nog eens een keertje uit de nood helpen. Ja, we zullen er wel voor betalen als dat moet. Daar was ik al bang voor. Het kan niet. Het vergaderzaaltje is vanaf morgenmiddag bezet. Verdikke. Ja, en ik weet niet of die meisjes een andere keer kunnen komen. Zeg maar, als we die folders uitdelen, dan kunnen ze zo'n zelfonderzoek toch thuis doen? Oh, het is toch beter dat je dat eens voordoet, hè? Dan weten ze waar ze op moeten letten. Ja, en er is echt niks aan te doen? Maar nee, die zaal die ligt al 2 maanden vast, dus... Alternatief? Ik weet zo direct niks anders. Cafetaria van het sportcentrum? Oh. Een café is nu toch niet direct de juiste plaats, hè? We moeten er iets op vinden, hè. Liever vandaag dan morgen. Zeg, waarom organiseer je het hier niet? Al eens rondgekeken, dat is toch niet groot genoeg. Ja, maar ik bedoel niet je eigen woonkamer, hè. Ah, je bedoelt hier op school? Oh, misschien is dat niet eens zo'n slecht idee. Ziezo. Zo moeilijk is dat toch allemaal niet, hè? Het zou trouwens ook al helpen mochten jullie je voeten vegen als jullie binnenkomen. Gewoonlijk doen wij dat toch? Hè? Ja, als uw vrouw in de buurt is, zeker. Ja, zeg. Wij denken daar niet zo meteen aan als Gerda niet thuis is, goed? En trouwens, ik heb jouw vader ook al horen vertellen dat hij letterlijk met zijn laarzen aan door de woonkamer durft te chasen. Tot wanhoop van Christel, maar het is waar. Mannen, hè. Ja, het is nu ook niet de bedoeling jou hier altijd voor onze kar te spannen, juffrouw Biesemans. Maar Gerda komt morgen naar huis en daarom... Hè? Ik doe dit met veel plezier, meneer Van de Velde. Maak je maar geen zorgen. Je weet zeker... Ja? Nee, laat maar. Ja, pa, je mocht gerust iets vragen aan Kathleen, hoor. Ze zal niet bijten. Het is maar... Ik vroeg me af of er nog nieuws is over juffrouw Vissers. Maar je zou dat allicht verteld hebben als het zo was, niet? Over Kim? Nee, nog geen nieuws. Dan wil ik me toegeven dat je hier een schone job hebt gedaan, Beton. Ja. Wij leveren geen half werk, meneer Lindekes. Zeg, het kan allemaal binnen de gestelde termijn. Dat zou wel moeten. Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen we ons geen achterstand permitteren.
That's the spirit. Ja, ja, je zegt er zo wel iets. Ga je mee iets drinken? Ik trakteer. Oh, waar? Ken je een goed café in de buurt? Oh, als je wilt. Of iets gaan eten, dat kan ook, hè. Zeg, iets anders? Hoe iets anders? Ah, we hebben het er toch al over gehad dat ik eens zou willen meenemen dan in de club? Ik heb er nog wel eens over na. Maar vandaag heb ik geen tijd. Hooguit voor een trappiesje. Ja. Denkt je nu echt dat je daar iets aan kunt doen, Greet? Je geeft de Frans gewoon zijn zin en je zijt er vanaf. Jullie begrijpen het niet goed, hè? Wat moeten we dan begrijpen? Als het waar is wat Peter zegt, kan ik het wel vergeten. Zo'n smeerlap is de Frans niet. We hebben er toch al een paar keer mee gepraat? Die kan dat niet menen. Je kent hem niet goed, jij. Denk eerder dat ik jou niet goed ken, Greet. Ja, je moet zo niet kijken. De afgelopen weken was het toch nog allemaal koek en ei tussen u en Frans? Ja, maar... Maar wat? Je weet het toch zelf ook? Met die brief van de dokter en zo. Ja, dat betekent toch alleen maar dat Frans alles op alles wou zetten. Als je daar al niet meer eerlijk over kunt zijn, is het ver gekomen. Geef toe. Ja, zeg. Ik kan me best inbeelden wat voor een schok het voor hem moet geweest zijn. Ik ook. Ja, uiteindelijk dacht hij toch heel even dat de kans bestond dat die baby van hem zou zijn. Zeg, wat is het, jong? Sta je nu plots weer aan zijn kant? Ik sta aan niemand zijn kant, Greet. Ik stel alleen maar vast. In ieder geval dreigt hij er nu mee mij alles af te nemen. Als je denkt dat dat zo plezant is... Wat ga jij doen? Iets wat je van mij nooit zou verwachten. Ik ga voor één keertje eens volwassen doen. Hier dan. Oké? Oké. Oké, bedankt. Arrangeren dan, mannen. Ja, we doen ons best. Ja, dag. En? Alles in orde? Ja. Ja, ik denk het wel. Geen problemen, zeker? Ah, nee. Allee, ja. Waar is u? Ja, ik had me blijkbaar een klein beetje misrekend. Maar met zo'n degelijk werkvolk is dat geen probleem. Die mannen die zien dat wel. Je weet dat je geen fouten kunt permitteren, hè, Louis? Ja, of de contracten gaan naar de concurrentie. Je moet er geen tekeningen bij maken. Dat Erik de Troetsel het nu ineens is afgebold. Je kan het hier allemaal alleen doen. En zo simpel is dat niet. Er staan toch ingenieurs genoeg op de dop? Nou ja, denk je dat? Dan moet jij er maar eens een gaan zoeken. Dan zul je rap wat anders denken. Zeg, het is niet het een of het ander, maar je hebt er gewoon dorst van gekregen nu. Kom aan. Zeg, echt nu naar de club? Allee, jongen. Bekijk me nu eens goed. Heb ik nu echt een kop om met een kopje champagne tussen de schoon madame te gaan zitten? Nee, Frans, je moet het spel eerlijk spelen. Ja, ik weet dat ik niet direct de meest aangewezen persoon ben om dit te vertellen. Maar in Greet haar toestand. Ja, ja, ik weet dat je dat ook allemaal niet gewild hebt. Ja, wat is het? Zeg ik het haar? Ja, voilà. Dat wou ik horen, zie. Bedankt, hè, Frans. Jep, salut. Hij komt. Zeg, jij bent ook een straffen, hè? Ik heb toch niet gevraagd om met Frans te praten? Met uw kas hier te zitten opvreten, komt je ook nergens, hè? Ja, dat is waar, maar ik wil... Die kleine moet in de beste omstandigheden geboren worden. Waar of niet? Natuurlijk, maar het is toch een stap in de goede richting dat Frans wil komen praten? En je kunt alleen maar met een gerust hart naar het moederhuis gaan als je over al die andere zeven ook geen zorgen moet maken. En wees er zeker van dat de Frans dat ook weet. Dat is geen onmens. Hoe klonk hij? Verbitterd. Ziet je het wel? Je moet eens goed naar jezelf luisteren, Greet. Je klinkt zelf zo verbitterd als iets. Maar nee. Kom aan eens, zeg. Waarschijnlijk kunt je alles oplossen met een simpel gesprek. Je moet dat toch allemaal niet op de spits beginnen drijven. Nee. Zo druk aan het werk, mevrouw Brakeniers. Meneer de directeur, hoe is het? En zo goed gezind. Waarom niet, hè? Dat is waar. Er is al miserie genoeg in de wereld dat wij elkaar nog de duvel moeten aandoen. Vind ik ook. Hoe is het met uw project? Project? Ik heb gehoord dat u zo'n goed werk verricht. Oh, dat. Ja, we proberen, hè. Maar het is niet eenvoudig. Dat is waar. Ik kan ervan meespreken.
Als je de mensen ergens voor wil sensibiliseren, dan krijg je meer tegenwind dan wat anders. Daar mag ik nu nog niet direct over klagen. Het is meer een praktisch probleem. Zo. Maar ik denk wel dat jij me uit de nood zou kunnen helpen. Heb je 5 minuutjes? Meer zelfs. Zou echt een grote steun zijn voor mij. Zeg maar. We zullen daar voorlopig wel geen last van hebben, denk ik. Ik zou toch maar opletten wat ik je stel. Waarvoor? Ik heb blijkbaar machtige vrienden. Ik neem al Lindekes. Ik weet het niet goed. Ik hoor soms dingen over hem die mij niet echt aanstaan. Wat dan? Die man gaat over lijken. Zolang het maar niet over het mijne is, valt er jou dan niets op. Dus zou er mij moeten opvallen? Kom maar aan, Christel. Als er dan iets speciaals is tussen mij en Lindekes, dan is dat iets tussen ons. Goed. Als jij kost wat kost met je geluk wil spelen. Ik speel helemaal niet met mijn geluk. Lindekes doet er nu alles voor om jou hier te houden. Hè? Maar jij zou niet de eerste zijn die omwille van hem hier moet vertrekken. Ja, zeg. Ander onderwerp, hè. Heb jij al eens nagedacht over mijn voorstel? Ik heb iets bij voor u. Wat ga je daar allemaal mee doen? Dat zult je wel zien. Toch geen stomme dingen, hè? Maar nee. Ik moet het nu weten. Als je maar niet denkt dat ik mij tot allerlei vieze spelletjes laat verleiden. Je moet je helemaal niet laten verleiden. Het is toch weer niet een van de lumineuze ideeën van Gino, hè? Hij weet niet eens dat ik het heb. Ik heb toch gezegd dat je je vies en vuil voelt? Kan dat dan anders? Dan gaan we iets aan doen. Wacht maar rustig af, je zult wel zien. Het is eigenlijk een beetje een gek idee, maar goed, voor mij is het in orde. Dank je wel, meneer de directeur. Zeg maar, Piet. Het is ooit anders geweest. Het is te gek om op onze strepen te blijven staan. We moeten met elkaar samenwerken. Vind ik er nou ook van. Maar er zal hier wel iets moeten gebeuren. Er zullen geen pottenkijkers bij zijn, als je dat bedoelt. Oh, ik... En jij ook niet. Maar natuurlijk niet. Ik heb hier niets te zoeken als een preventiesessie bezig is. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Als we ooit een sessie organiseren waar mannen bij betrokken zijn, dan zal ik het niet nalaten om jou en je vrouw uit te nodigen. Trouwens. Ja? Ik heb je vrouw nog niet gezien in onze groep. Je moet haar eens sturen. Ik zal het haar eens zeggen. Je bewijst haar een hele grote dienst mee. Echt waar. Dank u. We zitten toch nog niet in de risicogroep? Dat denk je maar. Ik zie ons haar toch nog niet direct staan. Ja, zeg, dat gebeurt allemaal strikt privé. Trouwens, het is nog niet de eerste keer dat iemand jouw borsten ziet, hè? Die mogen gezien worden, hoor. Ik hoop het. Maar is het dan niet belangrijk dat je het zo kan houden? Je zou op een duur nog denken dat alle vrouwen borstkanker krijgen. Nee, zover is het gelukkig nog niet. Zeg nu niet dat het zover zou kunnen komen, hè? Als je niet aan preventie doet, dat is toch het belangrijkste? Oké, goed dan. Doen we het? Ik zal de andere meisjes ook verwittigen. Morgen dan? Morgen? Dat kan. Natuurlijk kan dat. Ik heb trouwens Godelieven al verwittigd. Jullie kunnen toch niet tegen mij op? Ben je ervan wel? Uw douche is klaar. Je denkt toch netjes zo. Wacht. Voor uw privacy wordt gezorgd. Ik hou de wacht wel. Ik weet niet of ik... Doe maar. Het zal u goed doen.
Maar als Gino komt... Gino komt niet, wees gerust.